Meneer de eerste minister, mevrouw de voorzitter, rouwhuldes voor slachtoffers van islamitische terreur worden helaas bijna wekelijks realiteit. Amper een week geleden was Frankrijk in shock door de beestachtige moord op Samuel Paty. Vandaag is het weer zover. Frankrijk wordt opnieuw opgeschrikt door een verschrikkelijke terreuraanslag. Allahi Abda roepende stak een islamterrorist meerdere mensen op een gruwelijke wijze neer. Ze hebben het niet overleefd, en waaronder een jonge moeder van 30. Ook in Avignon zijn er feiten gebeurd, ook in de Franse ambassade in Saoedi-Arabië. En momenteel lopen er nog verschillende andere berichten binnen op andere plaatsen in Frankrijk. Wat vandaag gebeurt in Frankrijk, meneer de eerste minister, kan morgen ook hier gebeuren. Het verleden heeft dat helaas bewezen. We hebben hier te maken met een kanker in Europa die moet weggesneden worden, niet in het minst in dit land. Want deze jihadisten willen niet enkel onze burgers doden, maar onze gehele beschaving. De keuze van de basiliek in Nice als scène van de aanslag kan dan ook geen toeval geweest zijn. En u mag niet wachten tot de terreur ook hier toeslaat. U moet kordaat handelen. Drie zaken zijn daarbij heel belangrijk. 1. De bestaande islamitische netwerken ontmantelen en droogleggen door het Franse voorbeeld op het verbod op islamitische organisaties te volgen. Uw regering kan hier beroep doen op de schitterende expertise van de vroegere OCAD-baas Paul van Ticheld. 2. Meer gewapend blauw op straat. 3. Een strenger repressief optreden, want de straffen op terrorisme zijn vandaag absoluut onvoldoende. Vandaar mijn vragen. 1. Wat is uw antwoord? 2. Wat zijn de plannen van OCAD? 3. En dat is iets, meneer de eerste minister, waar werkelijk met een bang hart naar uitgekeken wordt, aangezien het niet zelden gaat om geharde jihadisten die hun vak tussen aanhalingstekens goed kennen. Hoe gaan de inmiddels vrijgelaten in de toekomst... Dank u wel. Wat is de stand van zaken over de aanwezigheid van de militairen op straat in het station? Meneer de eerste minister, een bericht dat juist binnengelopen is van dokter Mahathir Mohamed, premier van Maleisië. Ik citeer letterlijk. Moslims hebben recht om kwaad te zijn en miljoenen Fransen te doden voor de bloedbaden in het verleden. Einde citaat. Dit citaat, meneer de eerste minister, spreekt boekdelen. Gaat u de ambassadeur van Maleisië op het matje roepen? Want het is de vraag wat er nog nodig is vooraleer de politieke klasse in West-Europa de situatie waarin we beland zijn eindelijk onder ogen ziet en daar de nodige consequenties aan verbindt en zeer radicale maatregelen neemt. Wie vandaag zijn woede en medeleven betuigt, kan morgen niet werkloos toekijken hoe het islamitisch fundamentalisme zich in onze steden verankert. Het is de hoogste tijd om onmiskenbaar duidelijk te maken dat Europa niet zo zwak en weerloos is als vijanden denken en vooral wensen.